Dat is, betekent voor ons dat we dus naar de civiele rechter moeten. En dat heeft, we hebben dus veel tijd verloren. En dat is jammer. Maar bij dit soort kwesties is tijd soms ook in je voordeel. Klinkt raar, maar het is zo. Want er komen weer verkiezingen aan. En dus als de overheid op deze manier door blijft gaan, door alleen maar zich te verdedigen tegen rechtszaken en nooit iets te doen, dan ga je op een gegeven moment ook een politieke prijs betalen. En dat zou ook volkomen terecht zijn. Maar we gaan weer opnieuw bij de civiele rechter beginnen. Het heeft voordelen om het bij de civiele rechter te doen, heeft ook nadelen. Een van de nadelen is bij de administratieve rechter waar we dus begonnen zijn, daar mag je het gerecht vragen om zelf een onderzoek te doen. En dat hadden wij ook het gerecht gevraagd. En dus dat is allemaal afgewezen, want volgens de rechter... Je kunt blijven discussiëren erover. Ik begrijp waarom de rechter het heeft gezegd. Ik herken dat ik dat niet goed heb doordacht bij het begin van de zaak. Je kan er natuurlijk ook wel anders over denken, maar in ieder geval, wij accepteren dat vonnis. We gaan er niet tegen in beroep. En we gaan dus nu opnieuw beginnen bij de civiele rechter. Wat betekent dit voor ASOTEKO? Nou ja, het betekent alleen maar dat het langer duurt. Maar verder hopen wij dat uiteindelijk een keer het gerecht kan worden overtuigd dat als het gerecht niet ingrijpt, dan gebeurt er niks. Je kunt blijven proberen als rechter om je buiten te houden, buiten de politiek enzovoort. Maar als je weet, en je weet het ook, als je weet dat er bepaalde fouten zijn die de politiek zelf niet kan corrigeren. Dit blijkt, want we zijn al jaren met dit probleem bezig. Op Curaçao, pas toevallig deze week, hebben ze hetzelfde probleem. Er zijn mensen die vanaf 1994 wachten op hun terrein. Die mensen die zijn al dood, denk ik. Ja, ze krijgen geen eens terrein, ze krijgen nooit een terreintje om een huis op te bouwen. Dat is gewoon schandalig en dat gaat maar door. En er zijn redenen waarom dit doorgaat. Want als er schaarste is, dan ontstaat er een markt, een zwarte markt. En die zwarte markt die is er. En dat betekent dus dat je voor een stuk erfpachtterrein, wat eigenlijk ons terrein is, van iedereen terrein is, moet je dus van een ander die dan het erfpachtrecht heeft gekregen minstens $30.000 tot $90.000 figurabu betalen om een terrein te krijgen. En dan pas moet je nog beginnen met je huis. Nou, mensen die weinig geld verdienen, die hebben dat geld gewoon niet. Dus je bent gewoon een groot gedeelte van de mensen, misschien 50% van de mensen, ben je gewoon aan het wegzetten. Die hebben gewoon geen kans om zelf een eigen huisje te bouwen. En dat is gewoon een misdaad. Ik zeg niet een misdrijf, het is een misdaad. En het is een misdaad tegen de menselijkheid. Want je eigen mensen die hier wonen... Domeingrond is weliswaar juridisch eigendom van de overheid, maar het is natuurlijk in wezen, moreel gezien, collectief eigendom van alle mensen die hier wonen. En dus zou je ook eigenlijk een stukje terrein gewoon mogen nemen en gewoon je huis op gaan bouwen. Oh, is dit terrein van de overheid? Nou, ik heb al 10 jaar zit ik te wachten, vergeet het maar, ik pak nu wel zelf een stukje en ik ga erop bouwen. Als je dat doet, dan is dat onwettelijk, maar het is wel rechtvaardig. Er is een groot verschil tussen. Je mag het niet doen omdat de wet het verbiedt.